Stephanie, wat zijn jullie hier aan het doen met SP-jongeren? Wij zijn aan het vragen of we mensen hun gegevens mogen zien op hun telefoon. Omdat dat is wat er eigenlijk gebeurt met de sleepwet. Dat de AIVD allerlei verschillende gegevens, je weet niet wat allemaal, van alles kan pakken. Een hele hoop ermee kan doen en je weet eigenlijk niet wat. Ja, want we zitten midden in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die over een week worden gehouden. Elke dag is er wel ergens een debat en allerlei campagneactiviteiten. Je zou bijna vergeten dat er ook nog een referendum is. Ja, inderdaad. Het referendum is ook gewoon tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen weten er eigenlijk nog vrij weinig over, omdat het tegelijkertijd is met de verkiezingen. Dus wat wij ook willen doen, wij willen mensen uitnodigen voor onze informatieavond om meer te vertellen over wat die wet precies is en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Het is aanstaande vrijdag, 16 maart, vanaf 19:30 bij Scheltema. Onder andere Tweede Kamerlid en filosoof Ronald van Raak zal er zijn. Er komt iemand van Foxit om te vertellen wat de wet precies inhoudt. En er zullen verschillende sprekers zijn die met elkaar in debat gaan over waarom wel of waarom niet deze wet. Jullie gaan nu vissen? Wij gaan nu vissen voor informatie. Nou, ik ben benieuwd. Ja, dankjewel. En je hebt een masker op van de premier? Ja, dat is omdat zij onder andere deze wet hebben goedgekeurd. Dat betekent dat Mark Rutte onder andere al deze gegevens van je gaat verzamelen. Nou, het mocht niet, hè? Nee, mocht niet. Mocht niet in de telefoon kijken? Nee, helaas niet. Ik vraag me af of het AIVD dat is wel van hun mag. Want dat is met de nieuwe wet helaas wel het geval. Ja, als je in dezelfde wijk woont of in dezelfde supermarkt komt als iemand die ergens van verdacht wordt, dan mag de AIVD al je gegevens aftappen en ook ongefilterd doorsturen naar bijvoorbeeld buitenlanden. En een van de grote gevaren daarvan is bijvoorbeeld voor de journalistiek. Als iemand een kritisch artikel schrijft of onderzoek doet naar bijvoorbeeld corruptie bij een Amerikaanse dienst of bij een, laten we zeggen, bij Trump zelf, wat niet zo heel erg onwaarschijnlijk is. Dan is dus de kans dat, zonder dat de AIVD dat weet, die informatie doorgestuurd wordt daarnaartoe. En in dat andere land dus erachter komt dat een Nederlandse onderzoeksjournalist onderzoek kan doen is naar bijvoorbeeld corruptie. Dat is natuurlijk gewoon een doodsteek eigenlijk voor onderzoeksjournalistiek naar corruptie in andere landen.